Kom die bal bietjie stadiger na Bailey om van Nathan van Noble. Kom gevaar weer van Nathan. Hier kom gevaar. Stel op sy voete en dan word hy plat getrek. En hy word daar geskaap soos hom kom. Noble. Laat dit baie dit. Kom hy na die hoof paviljoen kant klein toe en dan is die sewe flank. O, so weg hier. Andere keer daar. Ek moet glad nie of die afrigter daar hierin gaan goed keer hier. Mense, dit is 'n klipharde wedstryd hier buite. Klipharde. Hierdie span het niks oor vir mekaar nie. Dit is die Doorns speler wat lê daar. Dis 'n klipharde derby in die Doorns. Soos die mense kan sien, dis hoe derbies gaan. Klipharde. Die manne spring in mekaar en hulle groet mekaar weer na die game. Hulle praat weer asof niks gebeur het, die mense. Dis die referee wat nou praat eers daar met die spelers. Die referee wat 'n harde woord het daar. En hy deel ook twee. Oh! Dat is een geel kaart voor Proteas. En een rooi kaart voor de Doorns. Ik kan ook zien dat die referee het via toegekomen is. Ja. No nonsense approach. Dat is die schade wat ik kan wachten voor die tweede helft om te beginnen, McNeil. Nathan waar die tweede helft te beginnen en had zo'n hoog gang. Voorspelers genoeg tijd om onnomen te komen. Die die hoort. Aangeslaan vanaf Proots de Doorns. Dat is gedraan, hè? Via veld afgejaagd door Conradi. Ingewacht die Sound. Help van mij. Wees wat weer ingooi. Dat is goed. TDU en hulle het om. Kom hy achterlijn toe. Nou is de geleentheid voor die achterlijn van TDU. Die binnencenter. Van Bars daar. Oh, hij is hoog. Die ref wijs. Voordeel. Ja, Barends wat daar. Om die paard gevat wordt. Hou weg, lieve, lieve. Thomas, wat hem weer uit het. Titus. Mekkelijk is heel wedstrijd beïndruk met DDU, zijn hakker. Hij speelt een barso vandaag, die 18. Hij speelt een barso. Een goede wedstrijd. Hij kan vandaan gaan rust en weet. Hij heeft zijn alles in die wedstrijd gegeven. Die feitje wat vijgt aan zijn oren, kom hij nader met die rechtervoet. Tref hem goed. En die vlaag gaan op. Dag. En dit is die skare wat skree. Die skare wat jubelend verkeer. Dit is DDU se skare. So dit veroorsaak dat DDU nie veel kans om die bal uit te gee nie. Sakke wat weer begin word hier in Nathan. En so byna afgeneem dit. Brokse fiat afgeskop dit DDU. Towns wat om het. Son Towns, daar gaan hy in die hardloop. Strafskop aan DDU. 5 green. Leave it. Leave it. Dit is DDU wat bloedryk, McNeil. Hulle wil hy bal vinnig vat. 5 groen speel die man sonder bal. Masek, ja. Die 5 slot, Masek. Wat gestraf word. Hulle gaan palen toe, McNeil. Ja, hierdie kan 13 wees. Dan kom hy weer nader met die rechtervoet van hom. Tref hom weer mooi. En dan gaan die plaat dadelijk weer op. Kippie. En die skare baljaar. Die skare raak mal. Die skare is leidkeel. Want hulle span nu voor met 6 punte. Die vinnige vlam wat op is. Bal in hand by vlam met hom gaat laat loop. Nathan. Klop 1, klop 2, steeds is het Nathan, Colwyn Nathan. Net zo buiten die kwartgebied wordt hij gestuurd. Kom hij uit vlam. Dan is het Towns. Towns staat hier een grappang. Zo, Towns. Mens. Dit is hoe een warm mes hier botte gaan. Zo, Towns. Nie een baie warme bal nie, maar hy maak van hom die kookwater. Ja, druk op Nathan wat hom net tik en geen fout maak hy 14-7, 14-13. Soos die druk van die son op ons is, is die druk van hierdie wedstrijd op het limie. Tref hom. En nie. Wil jy toe? Nie, 22. Wil jy toe?
Kom die bal uit vir die Dio. Onder baie druk. Los hom. Maar hy word weggeskop. En nou is het Jones. Hy sy stap en hy druk die man in die grond af. Daar gaan hy dwars oor die veld en hy gaat hem. Hy gaat een man, twee man in voorbij. So Jones. Los hom neer. Leave in the blue, los hom. Bal wat bieke lang vir hom uit te kom. Maar Fram het hom. Steek skoppie. Achterna is het hier Blom. En Klaassen wat hom wen. Net die blauwe van die voet af. Nathan, vlag aan op. Twee, drie punten bij. Jij moet spelen, jij moet daar moet spelen. Beweging daar vanaf, Brooks en die komen er via die gang. Nou bal wat op, van die man via twee. En dan geef je hem uit en vier. En dat is het einde van die wedstrijd.